Voor boren in steen heb je een boormachine nodig met de slagfunctie. Een slagboormachine dus. Ik heb hier voor me de HP1631. Laten we eens kijken wat er in de doos zit. De gebruiksaanwijzing. Een handgreep. En de machine zelf. Een slagboormachine is geschikt voor het boren in hout, metaal, kunststof en door de slagfunctie ook voor steen. Een slagboormachine is niet geschikt voor het boren in beton, want daarvoor is de kracht van de slagfunctie te laag. De machine is voorzien van een 13 mm snelspanboorkop met kliksysteem. Met dit systeem kun je boren extra goed vastzetten. Bovenop de machine zit een knop voor het omschakelen van boren naar slagboren. En bij de trekschakelaar een hendel waarmee je de rotatie zowel links als rechtsom kunt schakelen. De HP1631 is ergonomisch gevormd voor een comfortabele grip en voor de duurzaamheid zitten de tandwielen in een aluminium behuizing. Plaats altijd de handgreep op de machine. Mocht de boor tijdens het boren vastslaan, dan heb je de machine goed vast. Ik wens je alvast veel werkplezier en mocht je nog specifieke vragen hebben, benader mij gerust via vragentijk op www.makita.nl.